Welkom bij nog Spellenzolder en dit keer het spel Panzer General The Russian Assault, uitgegeven door Ubisoft en Petroglyph. Het is een spel voor 1 of 2 spelers waar je ongeveer een 60 minuutjes mee zoet bent. In dit spel kruipen beide spelers in de huid van Panzer Generals. Zij krijgen de beschikking over dan wel de Duitse legermacht ofwel de Russische legermacht. En dan hebben we het hier met name over de gepantserde grondvoertuigen, de tanks, de half-tracks en artillerie. Door strategisch posities te kiezen, probeer je elkaar uit te schakelen. En er zijn verschillende scenario's waarop je elkaars krachten kan gaan meten. Laten we eens gaan kijken wat er in de doos zit. Het bordspel is gebaseerd op het gelijknamige computerspel. En wij krijgen de spelregels in het Engels. Die zijn op zich netjes opgezet. Soms een beetje veel tekst achter elkaar aangeplakt. En achterin hebben we de verschillende scenario's die we kunnen spelen. En hoe we die op moeten zetten. Een overzichtskaart met hoe een combat eruit ziet. De combat bestaat uit 18 stappen. Daar gaan we straks wat van vinden. Overzichtsbordje met onze ammo. Eigenlijk is dit gewoon hoeveel geld je hebt om uit te geven. De combat tracker en hoeveel turns we al gespeeld hebben of nog resterend hebben. Markers om aan te geven van wie welke landjes zijn. Diverse tracker markers, bonussen en penalty markers. Dit zijn weer speciale eigenschapsmarkers die we krijgen. Fired and moved markers. Deze tegels, allemaal dubbelzijdig. Die vormen zometeen het speelbord. Die ga je op een bepaalde volgorde neerleggen. En daarmee maak je dus je landkaart waarop je gaat strijden. En voor elke speler hebben wij een stapel kaarten met zijn units. En allerlei toffe miniatuurtjes die je erbij krijgt. Zowel voor de Russen in dit geval als voor de Duitse speler. Dat is wat we krijgen. Laten we maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. In mijn voorbeeld heb ik even gekozen voor het scenario Stalingrad. In het scenarioboek wordt aangegeven welke tegels je nodig hebt en welke zijdes je gebruikt. Daarop staat vermeld waar bijzondere locaties komen, in dit geval bruggen, de thuisbasis van beide spelers en nog meer gebieden die ze alvast onder hun controle hebben. Verder geeft het scenario aan met welke kaarten we mogen beginnen. In dit geval beginnen we met 6 actiekaarten, 2 willekeurige unitkaarten en elke speler heeft nog een bluffkaart. Daar staat gewoon de vlag van die speler op. Er is geen handlimiet. De enige beperking die we hebben met onze hand is als wij kaarten willen kopen, mogen we niet meer dan 9 kaarten in onze hand hebben. Hebben we meer dan 9 kaarten in onze hand, dan mogen we gewoon geen nieuwe kaarten kopen. Verder mogen beide spelers uit hun stapel unitkaarten in totaal voor 30 punten aan units kopen. Hoe weet je wat een unit kost? Dat staat hier onderin in de diamant. Daar staat de kosten van deze unit, in dit geval de 7,5 centimeter howitzer, die kost 7. Nou, de andere symbolen, daar gaan we straks naar kijken. Je koopt dus voor die 30 punten units, daarbij mag je maximaal 4 units kopen, maar als je hebt hele dure units koopt, dan kan het natuurlijk ook zijn dat je er met minder al doorheen bent. Die ga je dan plaatsen in de 4 vakken van jouw beginveld. Die zijn allemaal ook gemarkeerd met een marker gelijk aan jouw natie. In dit geval de Duitsers aan deze zijde en de Russen aan die kant. Dit scenario duurt 5 beurten en je probeert in die 5 beurten zoveel mogelijk city vakjes te veroveren. Degene die de meeste weet te veroveren wint. Dus we hebben een turnmarker hier bovenin. De startspeler die begint met 10 prestige en ammo punten. De tweede speler begint met 20 prestige en ammo punten. Trekstapel van elke speler voor zijn units en een algemene trekstapel voor de actiekaarten. Dat is wat we nodig hebben om te starten. Zo zetten we een scenario op. Het scenario zelf geeft aan hoeveel punten de spelers te krijgen, hoeveel kaarten de spelers krijgen en hoeveel units in het veld mogen zetten. En natuurlijk geeft het scenario aan welk level wij gaan spelen. Voordat we gaan spelen kijken we eens eventjes naar een kaart. We nemen gewoon de howitzer nog een keertje terug. Op deze howitzer kaart staat aangegeven wat voor soort unit het is. Het zijn 3 soorten units. Je hebt infanterie, artillerie en je hebt armored vehicles. Nou, dit is een artillerie. Je hebt ook 3 verschillende miniatuurtjes om die verschillende units aan te geven. Dan kun je het heel snel weergeven. Je hebt dus kleine tankjes voor de armored,
mannetjes voor de infanterie en deze howitzerkanonnen voor het artillery. Daarnaast staan de aanvalswaardes. Er staat een aanvalswaarde tegen gepantserde eenheden, oftewel tanks, een 6. En een aanvalswaarde tegen ongepantserde eenheden, infanterie en artillery, en dat is 3. Hier hebben wij eigenlijk de verdediging, de defensewaarde, dat is 2. En de moraalwaarde. In dit spel wordt niet gewerkt met leventjes. Troepen hebben een bepaalde moraalwaarde. Als die moraalwaarde 0 is, dan zijn ze zo moreel vernietigd dat ze er vandoor gaan. Hier onderaan hebben wij een speciale eigenschap, of soms meerdere speciale eigenschappen staan. Ranged support, oftewel deze kunnen over een afstandje schieten. Normaal gesproken kun je alleen maar support geven als je horizontaal of verticaal aangrenzend bent. Maar deze hebben artillerie natuurlijk wat meer bereik, dus die kunnen 2 vakjes stellen. En dit is hoeveel support je daadwerkelijk geeft, in dit geval 2. Het rode getal aan deze zijde is de battle value, nou, die gaan we straks tegenkomen. Onderaan dat is de tactical modifier, ook die gaan we straks tegenkomen als we een stukje gaan battelen. Genoeg gekletst over wat we allemaal zien. Het wordt maar eens tijd om met tanks en artillerie elkaar te lijf te gaan. Het spel wordt gespeeld in rondes, in turns. Dit scenario geeft aan dat we 5 turns gaan spelen en in een turn komt elke speler 1 keer aan de beurt. Beginnend met de startspeler, in mijn voorbeeld is dat Duitsland, gaat hij 4 verschillende fases door. De eerste fase is het trekken van kaarten en het toevoegen van ammo. In de eerste beurt van het scenario wordt het trekken van kaarten overgeslagen. Maar ja, dat schiet voor mijn uitleg niet op, dus die gaan we lekker wel meespakken. Het trekken van kaarten bestaat uit 3 stapjes. De eerste stap is dat hij 4 kaarten mag trekken. Dat mag uit zijn unit deck en dat mag uit het actiedeck. Hij moet van tevoren aangeven in welke samenstelling hij dat gaat doen. Bijvoorbeeld hij zegt, joh, ik wil 3 units erbij en ik wil er 1 actiekaart bij. Hij moet het van tevoren zeggen, dan pas gaat hij ze pakken en dan kan hij ze ook pas bekijken. De tweede stap is, hij mag extra kaarten kopen. Extra unitkaarten of actiekaarten. Voor elke extra kaart die hij wil kopen, betaalt hij 4 ammo points. Dat zijn die punten die hij hier op deze lijst bijhoudt. Echter, dat mag hij alleen doen als hij op dit moment 9 of minder kaarten in zijn hand heeft. Heeft hij er meer, zoals ik heb nu echt een berg kaarten, daar word je bang van, dan is dat geen optie. Dan mag je dat dus niet doen. En de derde stap is, we krijgen ammo voor elke factory die we hebben. Hier zo zie je bijvoorbeeld zo'n factory tegel staan. En daar staat onderaan ook gewoon plus 1 ammo. En voor elke ranged artillery die ik heb. Ik heb in dit geval 1 ranged artillery op de map. Dat is deze howitzer. Dus ik krijg 1 ammo erbij. Dat is de eerste fase. Dan gaan we naar de tweede fase en dat is operations. In de operations fase gaan wij nieuwe units in het spel brengen, schieten met units die we in het spel hebben en units natuurlijk verplaatsen. We hebben hier een aantal verschillende opties waar we uit kunnen kiezen. Als we een unit activaten, kunnen we hem dug-in maken. Wat gebeurt met dug-in is gewoon dat ze zichzelf ingraven, zichzelf fortifyen. Dan leg je een dug-in fiche erop en dat betekent dat ze, je staat er al op, ze schieten als eerste en ze krijgen nog eens een keer plus 2 op defense. Daarnaast kan ik units ook moven. Of ik kan ermee gaan schieten. Ik kan overigens units niet verbewegen en ermee schieten. Behalve de panzerunits. En die geven dat ook zelf aan. Die mogen zowel moven en fire. Nou, dat staat er ook op. Als een unit gaat bewegen, dan beweegt hij altijd orthogonaal. Dus hij beweegt horizontaal of verticaal. Slechts enkele units zijn in staat om diagonaal te bewegen, maar dat geven ze weer zelf aan specifiek. En dat is altijd 1 vakje. Elk vakje mag maar 1 unit bevatten. Dus als ik naar links wil, dan kan dat niet, want daar sta ik zelf in de weg. Of als er een vijand staat, kan dat ook niet. Ik kan wel zeggen, we switchen places. Als deze units allebei nog niet geactiveerd zijn, dan kan ik zeggen, ik activeer ze allebei en dan draai ik ze om. En dan is dat hun move. Als een unit terechtkomt op een vakje dat nog van niemand is, dan plaatst hij daar onmiddellijk een marker om aan te geven, veroverd door, in dit geval, de Duitsers. Komt hij in een vakje waar een control marker ligt van de tegenstander, maar geen units, dan wordt die control marker van de tegenstander gewoon weggehaald, of eigenlijk omgedraaid en naar de andere eenheid omgelegd. Echter, als je in het gebied van een vijand
overneemt, dan is er altijd de kans dat er mijnen liggen. Daarvoor pak je een actiekaart. Dan kijk je naar de Tactical Modifier. En dat is dat grijze getal onderin. Is dat een min 1 of een min 2? Dan was het daadwerkelijk een mijnenveld. En dan verliest de eenheid 1 moraal. In mijn geval was dat een 0. Niks aan het handje. Ik heb hem veilig over kunnen nemen. Dan hebben we als derde optie dat we kunnen aanvallen. Als ik aangrenzend lig, horizontaal of verticaal, met een vijandelijke eenheid, dan mag ik aanvallen. Dat mag ik alleen maar doen als ik dus aangrenzend ben. Ook al zou ik een range van 2 of 3 hebben. Ik mag alleen maar een aanval inzetten als ik aangrenzend ben. De ranged is alleen maar voor support. Maar ik lig hier aangrenzend aan deze knakker. Dus ik kan zeggen, nou, we gaan eens eventjes daarop schieten. En dan leg ik de fired marker erbij om aan te geven dat ik heb staan schieten. We gaan zo meteen kijken hoe combat in zijn werk gaat. Want dat zijn nogal wat stapjes zoals jullie zagen. Maar weet dat dit de manier is om aan te vallen. Het vierde wat ik mag doen is ik mag nieuwe units in het spel brengen. Daarvoor betaal ik gewoon de kosten die hier onderaan staan. Dat is prestige 7. Die haal ik hier vanaf van mijn track. En dan mag ik die unit in het spel plaatsen op een vakje wat niet bezet is. Er mogen nooit 2 units op 1 vakje liggen. En dat vakje moet in verbinding zijn met mijn home row, zoals we dit noemen. Dit is mijn thuisfront. Ik heb hier mijn home base liggen. Dat is mijn uiteindelijke thuisbasis. Alle vakjes die via een horizontaal of verticale lijn verbonden zijn met deze home row, daar kan ik een unit in het spel brengen. Units die je nieuw in het spel brengt, die kun je niet gelijk activeren om mee te rijden of mee aan te vallen. Die komen vers in het spel en de volgende beurt kun je die pas gaan gebruiken. Mocht ik units bouwen in mijn homebase, dat is mijn thuisbasis, daar heb ik alles wat ik wil, dan krijg ik daar maar liefst een korting van 8 prestige op. Dus in dit geval, deze unit kostte 7, dan haal ik er 8 af, maar dan is die gratis. En het laatste wat ik kan doen is ik kan actiekaarten gaan spelen. De actiekaarten hebben ook gewoon een kosten eronderop afgedrukt staan. Die betaal je, je doet het effect wat op de kaart omschreven staat en je past dat toe. Er zijn een paar beperkingen, eigenlijk is er 1 beperking. Een unit kan natuurlijk moven, een unit kan aanvallen, een unit kan zichzelf ingraven. Sommige units, de gepantserden hebben we gezien, die kunnen zowel moven als aanvallen in 1 beurt. Met behulp van actiekaarten kan het zo zijn dat ik een unit een tweede keer aan de beurt laat komen. Dus dan kan hij bijvoorbeeld nog een keer moven en nog een keer aanvallen. Of hij kan 2 keer moven in een beurt. Dat is ook het maximum. Ik mag een unit niet meer dan 2 keer activeren in 1 beurt. Dus als ik nou een hele rij kaart heb die zegt de tank mag extra aanvallen. De tank mag nog een keer extra aanvallen. En nog een keer en nog een keer en nog een keer. Dat mag niet. Hij mag aanvallen vanuit zichzelf. Ik activeer hem. Ik val ermee aan. En daarna zou ik nog een keer een kaart mogen spelen van ja, ga nog maar een keer aanvallen. En dan is het klaar voor deze ronde. We gaan zo meteen kijken naar combat. Ik maak even de fases af. De derde fase is het tellen van je prestige en eventueel extra kaarten kopen. Je gaat gewoon tellen hoeveel prestige je krijgt. Je kijkt naar alle gebieden die jij onder controle hebt. Die hebben ook zo'n diamantruitje onderin staan met een getal erin. Die getallen tel je allemaal bij elkaar op. Dat levert jou een waarde op en dat is hoeveel prestige je bijzet. Kaarten kopen werkt hetzelfde als in de eerste fase, tweede stap. Heb je 9 of minder kaarten, dan mag je kaarten kopen. Die kosten 4 prestigepunten de stuk. En de laatste stap is kijken of er iemand een overwinning heeft behaald. Het scenario geeft aan hoeveel of wat er nodig is om overwinning te halen. Ja, in ons scenario is gewoon 5 beurten spelen en kijken hoeveel steden of vlakken je te pakken weet te krijgen. Dat is hoe de 4 fases gaan. Dus we trekken kaarten en we krijgen ammo erbij. Daarna gaan we acties doen met onze units. Dan krijgen we prestigepuntjes, mogen we nog een keer kaarten kopen. En tot slot gaan we kijken of er een winnaar is. Maar belangrijker is, hoe werkt combat? Nou, daar gaan we maar eens naar kijken. Om het ons makkelijk te maken, heeft het spel ons voorzien van een 18-stappig plan waarbij we een aanval kunnen uitvoeren. Ja, dat is belachelijk veel. Maar ze hebben alle stappen vrij uitgebreid neergezet en als we ze eenmaal door beginnen te lopen, dan denk je, ah, dat kan eigenlijk na een paar keer vrij snel gaan. En dat is waar. We gaan kijken.
Wie gaat er als eerste aan schieten? In principe is dat de aanvaller, behalve als er een speler ligt met een dug-in fiche, want dan wordt dat degene die als eerste aanvalt. Of als een unit een speciale eigenschap heeft die zegt, jij gaat als eerste aanvallen. Maar in principe ben ik de aanvaller, dus ik ben first attacker. Dan ga ik mijn combat value op het spoor aangeven. Ik val een tank aan, dus ik kijk naar mijn waarde tegen een tank. En dat is 11. Dus ik markeer die waarde met de fire marker. En dat wordt dan 11. Dan gaan we kijken of ik moraal, bonussen of penalties heb. Het kan zo zijn natuurlijk dat mijn moraal een klap heeft opgelopen van min 1. Dat betekent dat ik 1 punt van mijn combat target af moet halen. Het kan ook zo zijn dat ik mijn moraal geboost heb. In dit geval een 3. Dat betekent dat ik een bonus van 3 krijg. Nou, die houden we dan maar even aan. Het maakt toch niet zoveel uit. Dus ik tel de 3 weer op. Ik zit ondertussen al op een 14 punten. Dan ga ik kijken of ik support heb van units die mee kunnen schieten met mij. Om de support te berekenen gaan we kijken naar de range van de omringende eenheden tot aan het doelwit. Een standaard eenheid heeft een range van 1. In tegenstelling tot alle andere opties, range wordt horizontaal, verticaal en ook diagonaal berekend. Deze Volkssturm hebben een range van 1, dus die komen er niet. Die kunnen niet helpen met schieten. Dit artillerie heeft een ranged support van 2. Kan die zeggen 1, 2? Ja, dus die kan erop schieten. Artillerie, ranged artillerie, wat vuurt vanaf een range van 2 of meer, daar moet je altijd 1 ammo voor spenderen. Dus dan gaat je eigenlijk waar je ook je kaarten mee betaalt, dat kost je 1 punt. Behalve als ze dus aangrenzend liggen. Ik spendeer, dan krijg ik de support value die hierop staat afgebeeld. En dat is gewoon het radiootje 2. Ik ga kijken, heb ik nog zwaarder artillerie? Nee, deze heeft ook een range support van 2 liggen, maar dat is ook weer te ver weg. Nee, dus ik krijg maar 2 punten erbij van deze unit. Dan krijg ik nog een bonus of penalty van het terrein waar ik op sta. In dit geval ben ik de aanvaller, dus ik ben rood. En dan is mijn terrein bonus min 1, dus ik haal er weer eentje vanaf. Dan heb ik mijn aanvalswaarde berekend. Dan gaan we hetzelfde doen voor de verdediging. Dan pak ik het targetfiche en dan gaan we kijken naar de verdediging. Die heeft een verdediging van 5. 5 is het blauwe schildje wat hier op deze tank staat. Ik ga kijken of die nog terreinbonussen krijgt. Even kijken. Ja, er staat hier een 2 in het blauwe schildje, dus er wordt 2 bij opgeteld. Dan heb ik de waarde berekend van de verdediging. Dan ga ik kijken, overrun ik de target? Dat wil zeggen, is mijn aanvalswaarde op dit moment 15... 3 keer groter dan de verdedigingswaarde van de tegenstander. En die is 7. Nou, dat is die niet. Dan zou ik 21 moeten hebben. Dus overrun is niet zo. Mocht het wel zo zijn dat ik hem overrun, dan krijgt de tegenstander nog 1 kans om of een speciale eigenschap te gebruiken of een actiekaart om die value op te waarderen. Lukt hem dat niet, is de combat meteen voorbij en is de unit vernietigd. Dan wordt er even gekeken of ik niet met een stel soldaten tegen 20 tanks aan het vechten ben. Oftewel, krijg ik niet een preemptive klap terug. Ik ga kijken of de waarde van mijn tegenstander, zijn verdedigingswaarde, niet 2 keer zo groot is als mijn aanvalswaarde. Is dat wel zo? Nou, hetzelfde verhaal. Ik mag nog 1 keer een kaart spelen of een speciale eigenschap gebruiken om mijn aanvalswaarde op te hogen. Lukt me dat niet, dan slaan we deze hele aanval, wordt verder niet afgehandeld. En dan gaan we naar stap 16. En dat is hetzelfde als wat we nu gedaan hebben. Alleen dan andersom. Dus er wordt altijd over en weer geschoten. Alleen de aanval begint altijd met schieten. De 11e stap is, we gaan een combatkaart spelen. De spelers gaan om de beurt combatkaarten spelen. Beginnend met degene die aan het vuren is. Uiteraard moet je daarvoor natuurlijk de prestigekosten betalen die op die combatkaarten staan. En combatkaarten voor jullie beeldvorming. Heel simpel, er staat er ook op, gewoon in het rood, combatkaarten. Nou ja, en dat geven zelf aan wat ze doen. Dat spelen van combatkaarten gaat door totdat beide spelers achter elkaar gepast hebben. Dus een speler kan wel zeggen, ik pas, ik speel een kaart. Oh, dan speel ik weer een kaart, dan pas ik en dan pas ik en dan pas is het voorbij. Dan mogen ze nog een kaart opofferen voor de battle value. Ze kiezen in het geheim een kaart uit hun hand, tonen die. En dan wordt de battle value, dat getal hier,
aan de zijkant, die 4. Dat wordt nog eens een keer opgeteld bij de waardes. En nou snap je ook waarom beide spelers deze bluffkaart hebben. Dan kun je altijd een kaart spelen. Maar dan bluff je dus gewoon. Dan geef je een plus 0. Dan wordt er nog een tactical modifier getrokken. Oftewel, de aanvallende speler trekt de bovenste actiekaart. Kijkt naar de tactical modifier. En dat is een 2. Dus die krijgt er nog eens een keer 2 bij. En dat kan ook een penalty zijn. En dan gaan we kijken naar de uitkomst. Ik heb de scores hier bijgehouden op het combat gedeelte van het speelbord. Ik ben uiteindelijk met mijn Tiger Tank uitgekomen op 21 tegen een defense van 7. Wat we nu gaan doen is we gaan die 7 punten die gaan we aftrekken van de 21. Dus dan blijft er heel snel gezegd 14 over. En dan gaan we kijken, bij de 14 staat een klein rood getalletje. Die waarde die hier afgebeeld staat, dat is hoeveel moraal loss er uiteindelijk geleden wordt door de tegenstander. 7 moraal. Nou, dit was ook een vrij vernietigende statistiek. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je na het aftrekken van de punten van de verdediging, dat je op 0 komt of op gelijk spel. Ja, dan is er geen moraalverlies. Maar in dit geval een verlies van 7. Je bekijkt de moraalwaarde, die was 5. Nou, snel hoofdrekenen leert dat 5 min 7 een negatieve score wordt. Wordt de score 0 of lager, dan is de eenheid uitgeschakeld en wordt van het bord verwijderd. Als je een eenheid uitschakelt, krijgt degene die gevuurd heeft de helft van de prestigekosten omhoog afgerond erbij. In dit geval was deze kaart 7 punten waard, dus ik krijg er 4 prestigepuntjes bij. En tot slot, omdat onze eenheden succesvol een tegenstander hebben uitgeschakeld, boost dat hun moraal en krijgen zij een plus 1. Ze kunnen nooit een moraal hebben die hoger is dan 9. Nou, deze Tiger heeft nu een moraal van 9, dus die zit op zijn maximum. Wordt de tegenstander niet uitgeschakeld, dan gaan we naar stap 16. En dat betekent dat de tegenstander terug gaat schieten op mij. En dat werkt precies hetzelfde. De 17e stap is, we gaan kijken of de verdediger zich terugtrekt. Er wordt gekeken naar beide units. En alle rode moraalmarkers die erop liggen. De verdediger trekt zich alleen terug als het aantal rode moraalmarkers hoger is. Dus meer minpunten dan de aanvaller. Het terugtrekken gaat altijd in de tegenovergestelde richting als van de aanval. Dus in dit geval val ik hem deze kant aan. Dus moet hij zich die kant op terugtrekken. Zou ik hem aan die kant aanvallen, die kant op terugtrekken. Kan hij niet aan terugtrekken of omdat hij of op de rand van het bord zit of hier zo staat al een unit. Dan krijgt hij nog een keer een min 1 op moraal. En tot slot mag de aanvaller, als hij de tegenstander geëlimineerd heeft of gedwongen heeft terug te trekken, advancen. En dat wil zeggen dat hij gewoon zegt, ik stoot even een vakje door. Maar dat is eigenlijk hoe een aanval in zijn werk gaat. Heel veel stapjes waar je toch wel op moet letten, maar eigenlijk niet heel ingewikkeld. Het zijn logische stapjes en lang niet elke beurt zul je ze allemaal nodig hebben. Een paar scenario dingen waar je nog op moet letten. Zoals jullie zien die bruggen hier. Deze vakjes hebben geen bruggen. Dat betekent dat ik er natuurlijk wel met mijn artillerie naartoe kan rijden. Dat is geen enkel probleem. Alleen ik kan niet iets aanvallen wat hier ligt. Omdat dit wordt niet als aangrenzend gezien. Omdat ik het water niet over kan steken. Ik kan wel naar deze twee vakjes aanvallen. Want die hebben een brug. Dus die zijn aangrenzend voor mij. Ik kan niet doorwalsen naar dit vakje. Daarvoor zal ik naar een brug moeten en eromheen knallen. Ja, en is mijn beurt klaar? Dan gaat mijn tegenstander. Nou, hebben we allebei een beurt gehad. Gaat de turnmarker 1 verder. En dan gaan we de volgende beurt weer spelen. En zo wordt Panzer General gespeeld. Wat ik mooi vind aan Panzer General Russian Assault is de kaarten en het artwork daarop. Het zijn eigenlijk gewoon Tweede Wereldoorlog foto's van de voertuigen van zowel in dit geval het Duitse leger als het Russische leger. Beide legers hadden natuurlijk hun eigen sterke punten waar de Duitsers goed waren in het maken van zware oorlogsmachines. Vooral hun tanks waren zeer gedegen. Daar waren de Russen dan weer beter in het snel produceren van lichte en gevaarlijke tanks. En dat zie je ook terugkomen in het spel. De Russen spelen veel makkelijker hun tanks op tafel,
kosten veel minder prestigepunten. Die van de Duitsers zijn een stuk duurder, echter ze zijn veel zwaarder bepantserd en het moraal van de manschap is daardoor weer een stuk hoger. Dus beide landen spelen ook op een andere wijze. Verder krijg je een heleboel verschillende scenario's om te spelen. Een aantal twee-speler scenario's en ook wat één-speler scenario's waar je mee los kan gaan. Dat is ook heel plezant gedaan. En ja, het staat natuurlijk niet er vrij om zelf met die tegels aan de knutsel te gaan en in een scenario te maken. Qua spelprincipe is het een vrij simpel spel. Je neemt wat ammo, je koopt kaarten, je gaat acties doen met je karakters. Dan kun je eventueel nog wat meer ammo krijgen en prestigepuntjes ontvangen. En tot slot wordt er bekeken of iemand gewonnen heeft en zo niet, dan gaan we naar de volgende beurt. En wat daarbinnen heel goed gedaan is, is het beperken van de geluksfactor. Er zijn geen dobbelstenen, dus het gaat echt voor een groot gedeelte om de tactieken die je uitknobbelt in je hoofd. Uiteraard spelen daarbij natuurlijk de kaarten die je hebt en dan vooral de actiekaarten een rol, want die geven bonussen. En andere kaarten die je wil afleggen voor de combat value, dat zijn wel weer factoren, ja, die weet je niet van tevoren, dus daar zul je een beetje rekening mee moeten houden. En dan natuurlijk nog de tactics value die de aanvaller moet trekken en die kan een gevecht ook nog beïnvloeden. Maar het grootste gedeelte komt aan op juist positioneren van je voertuigen, juist support eromheen zetten en proberen de tegenstander in één schot weg te knallen. En dat zit gewoon prima in elkaar. Minpunten die ik heb aan dit spel is dat het probeert heel realistisch te zijn. En daardoor krijgen we dus dat een aanval bestaat uit 18 stappen. En eigenlijk bestaat het niet uit 18 stappen, maar het bestaat uit 16 stappen. Als de tegenstander daarna leeft, nog een keer 16 stappen. En dan nog 2 eindstappen. Dus dat zijn best wel veel stappen. Als je ziet, en dit was nog een klein level, hoeveel verschillende aanvallen er in één beurt kunnen plaatsvinden. Tuurlijk, je gaat er vrij rap doorheen en op een gegeven moment zijn de kaarten in je hand op. Dus dan sla je ook weer een aantal stappen over. Maar desalniettemin vind ik dat een beetje te complex. En wat ik ook vervelend, CQ verwarrend vind onnodig, is prestige en ammo is hetzelfde. Waarom heet het dan niet hetzelfde? Ik snap dat je dat doet om de flavor van het spel, maar het is niet handig, het is verwarrend. Enfin, er zijn heel veel kleine regeltjes die je makkelijk vergeet. En zeker omdat je al strategisch probeert te denken, is dat soms een nadeel van dit spel. Al met al speelt het lekker, het ziet er mooi uit, maar het is wat mij betreft het net niet. Het doet wel wat het wil, de aanvallen werken ook wel goed en de balans daarin is ook wel realistisch. Maar het voelt wat geknutseld, het voelt wat gemaakt. En dat maakt het voor mij dat ik Panzer General, The Russian Assault, een 5,5 geef. Naast Spellenzolder.